Hey, goedemiddag. Daar zijn we weer. Korte vlog. Hetzelfde thema als vorige keer. Ander verhaal, andere toepassing. Vorige week heb ik gesproken, heb ik iets gezegd over Lucas 10. En er staat ook nu die bekende woorden. En dat is, hier onder de kamer ligt de Bijbel. Lucas 10. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ik liep vandaag op straat. En die woorden kwamen weer terug. En eigenlijk waren er twee gedachten. De eerste gedachte was toen ik de deur uitging. Was het alsof de Heilige Geest tegen mij zei: spreek de eerste persoon aan die je tegen gaat komen. En ik wil dat je over het bruggetje bij jou in de buurt gaat en dat pad langs het water gaat nemen. Nou, helderder als dat kon ik het niet krijgen in mijn gedachten. En ik ga wat checken of het mijn eigen ingevingen zijn of dat het daadwerkelijk God is, de Heilige Geest die tot mij spreekt. Ik ga het zien. Andere ding, die oogst die groot is en bid de Heere om arbeiders in de oogst uit te zenden. Ik liep door de straat heen. En dan op de deur zie ik lekker mensen zitten, ze zijn aan het chillen op een bank, telefoon aan het checken, tv aan het kijken. En waar je dan soms weer denkt van, oh, nee, waarom zit je tv te kijken als er zoveel moois anders te beleven is, zonder enig oordeel. Besef je gewoon van, hé, mensen zijn onderdeel van de oogst, zijn door God gemaakt. En God verlangt ernaar dat zij bij hem gaan komen. Anyway, ik was aan het lopen en aan het bidden, Vader, dank u wel voor de oogst. Dank u wel dat degene die gaat tegenkomen iemand is die door jou geschapen is en tot wie je wil gaan spreken. Ik kwam bij het bruggetje over het water heen, ik liep een stukje door. En daar liep inderdaad een man met zijn hond, was aan het wandelen. En ik voelde gewoon echt niks van binnen. Geen enkele aandrang, geen woorden van kennis. Niks. En dat was voor mij meer een gehoorzaamheid naar God de Vader om te zeggen, oké, ik ga hem aanspreken. Dus ik spreek hem aan en ik had geen clue. Dus wat zeg je dan? Hoi. Toen kwamen de woorden en ik vertelde van, hey, mijn introductie was eigenlijk veel. Ik ben christen en ik oefen in het horen van Gods stem, naar het luisteren naar Gods stem. En zou je me daarbij willen helpen? Wat er gebeurde, ik stelde me uit dus ook kwetsbaar op. Naar hem toe. En totaal ook geen zin om te overroelen. Want dit is het evangelie. Zou ik zo ook niet echt accepteren als mensen dat bij mij zouden doen. En daadwerkelijk, ik wilde hem ook vragen om mij te helpen om Gods stem te verstaan. Dus hij, ik heb niet zoveel met God, maar prima. Een beetje zo'n soort reactie. Begint te praten en ik heb het nu wel vaak over Psalm 139, over Gods goede plannen voor mensen en gedachtes. En ja, dat is niet altijd de waarheid om dat te vertellen. En ik benoem dat. We zaten door te praten en al vrij snel zei hij van, joh, ik heb eigenlijk niet zoveel met de kerk meer. Ik zeg niet meer. Nee, hij zegt, ik heb het wel gehad. En er kwam een verhaal van teleurstelling in de kerk. En ik snap het. Ik snapte zijn verhaal. En toen kwam er een gedachte in mijn hoofd, waarvan ik dacht van, dat was eigenlijk een voorbeeld. Het voorbeeld wat ik altijd heb verafschuwd, dat als mensen iets zeggen van, je hebt een voetbalclub. Niet het beste voorbeeld, maar bijvoorbeeld Ajax, voetbalclub. En weet je, als de F-site tekeer gaat, zegt niks over de club. Zegt niks over Ajax. Nou, ik heb wel een hekel aan dat voorbeeld. Ik vind het gewoon suf. Maar het kwam bij me binnen. En als je gehoorzaam wil zijn aan de Heilige Geest, aan Jezus, zeg ik altijd maar van, langzame gehoorzaamheid is eigenlijk ongehoorzaamheid. Dus ik gooi het voorbeeld eruit. Ik denk, zie maar waar het schip strandt. En dat was voor de man. Hij zei, ja, dat is bij mij ook gebeurd. Want hij was met zijn zoons naar voetbal geweest. En hij was in de rellen terechtgekomen. En had zoiets van, joh, hier wil ik niks meer mee te maken hebben.
En dan ging er weg. Anyway, ik zit met die man te praten. En ik deel getuigenissen. Maar eigenlijk gewoon een goede tijd met elkaar. Open gesprek, mooi. En om de uur ronden we het af. En ik neem afscheid en ik loop door. En dacht ik van ja, dat is eigenlijk ook werken in de Oost. Weet je? Een landarbeider. Het is een kwestie van ik ga landarbeiden en ik haal de Oost binnen. Nee, weet je, je geeft water, onkruid haal je weg, grond maak je zacht, et cetera, et cetera, et cetera. En zo zag ik ook deze ochtend helemaal geen speciaal heilig gevoel van binnen. Maar wel gewoon gaan. En eigenlijk gewoon eens ervaren dat de voorbeelden waar je mee komt, dat die eigenlijk ook compleet van toepassing zijn op de mensen met wie je spreekt. Ik spreek over een voetbal. Club in vergelijking met een kerk die fouten maakt en een voetbalclub waar verkeerde dingen gebeuren en dat sluit aan. Hey, ik wil je gewoon aanmoedigen om enerzijds je hart te volgen en anderzijds gehoorzaam te zijn aan Jezus. Weet je, ervaar geen dwang, maar anderzijds, het is niet de grote suggestie die christenen hebben gekregen in de Bijbel, maar het is de grote opdracht. En misschien is wel het grootste probleem wat ik hoor van mensen van, weet je, het is mooi wat de kerk allemaal verkondigt, maar ik zie het gewoon niet gebeuren. Weet je, het is mooi dat jullie liefde verkondigen en genade, maar wat ik hoor op tv is seksueel geweld wat er gebeurt tegen onschuldige kinderen. Weet je, het is mooi als mensen in de Bijbel iets horen over wonderen en tekenen, maar als wij er niet in gaan lopen, gaan bewegen in wonderen en tekenen, het eigenlijk gewoon aan God overlaten. Waar is je getuigenis? Dus ik daag je uit om in alle vrijheid gehoorzaamheid te zijn. En deze week ook God te bidden dat hij arbeiders uitzendt in de Oost. En te danken als God tegen jou zegt, hier op deze plek ben jij mijn arbeider. En mag jij bijdragen aan het binnenhalen van de Oost of het ontwikkelen van de Oost. Geniet van je week. Doe ik ook, het is lekker weer buiten. En binnen is het warm. Kijk waar je bent. Be blessed en tot de volgende keer maar weer.